Ik wil een bloemensaus om dat te voorzien. Ik ga een lekker gerechtje maken. Ik was aan het denken, zo'n klein doosje. Mijn laatste verrassing. Is oké, okay, dat ik het gebeurde, man. Ah, oh, sorry. Een hele goede avond, YouTube. Het was een hele pittige dag. We hebben hard gewerkt, allebei. Maar eerst natuurlijk toch nog een video voor jullie, want anders zou het geen daily vlog zijn. Want vandaag is het... Valentijn. We zijn vandaag, als jullie deze video kijken, 3 jaar samen. Ja! Eigenlijk is het morgen, maar omdat ik 1 werkdag nodig heb om deze video online te brengen, is het vandaag voor jullie. En omdat ik morgen bij de opnames ben van Krikkels en Video, kunnen we het niet fatsoenlijk vieren. Dus dan dachten we, we zetten een dagje ervoor. We zijn van plan om een challenge aan te gaan. Ja. Wie van ons twee kan in 1 uur het beste, mooiste, coolste Valentijnscadeau voor elkaar regelen? En jullie mogen in de comments stemmen wie het beste cadeau had. Kimitsu, give us a time. Het is nu 16:45 al. Kimitsu, ik geef u deze camera. Ik pak de andere. Hi. Binnen 3. 2. 1. Oké, hello guys. Welcome to my kitchen. Matthijs is net vertrokken. Ik ga hier blijven. Want de liefde van een man gaat altijd door de maag. Dus ik ga een lekker gerechtje maken. Ik moet even nadenken. Oké, okay, wat kan ik als eerste bestemming doen? Er was al direct iets dat in mijn hoofd kwam. Bloemen. Welke bloemenwinkel is nog open? Ik krijg stress van die tijd. Tomaatjes. Oké, dat zit erin. Dan moeten feta blok een beetje in het midden doen. Fun fact, ik lust eigenlijk geen tomaten. Maar als die in de oven even hebben gezeten, dan wel. Ik ben wel benieuwd wat Matthias mij gaat halen. Ik ga een heel mooi bloemetje kopen. Mijn oude roze gaan filmen, hè? Mijn oude tulpen. Ah, nee. Ik zal alleen de mooie bloemetjes filmen. Ja, dan gaan we één rood centraal. Ja, en dan zo wat dingen er rond misschien of zo. Ja. Hallo. Dus budget voor vandaag 10 à 15 euro. Dus de rozen zijn 5 euro per stuk. Dus we gaan 1 roos nemen en wat tulpjes er rond en dergelijke. Oké, okay, ja. Dan moet ik even nog eens opzoeken op TikTok wat het volgende recept was, want dat weet ik eigenlijk al niet meer. Ik ging eigenlijk naar TikTok, maar toen kwam ik onze, op onze YouTube video van vandaag. Die was net geüpload, dus... Ik ben hier echt mijn tijd aan het verdoen. Ik moet verder doen eigenlijk. Oké, ik heb net het recept opgezocht op TikTok en het is eigenlijk heel makkelijk. Ik moet er nu gewoon nog olijfolie over doen. Dan moet ik dat in de oven zetten. En dan moet ik ondertussen nog pasta koken en dan gewoon het einde erbij doen. Dus zo simpel is het eigenlijk. Als jullie deze kookvideo leuk vinden, geef dan een duim omhoog. Daar een kaartje erbij. Dus Matthias Mitsen. Als... Matthias en Mitsen, ja, ja, ja. En als ik dat intik, dan kom ik bij deze dingen uit. Ja, dan kom je op de video's, hè. Dan kun je alle video's zien. Hè. Ja, we hebben zo'n een challenge dat we in 1 uur zo, zoveel mogelijk Valentijns cadeautjes moeten verzamelen. Zo. Oh, dat is leuk. En dan ga je het eindresultaat ook nog eens filmen? Ja, precies. En dan maken we het nog maar rode, hè? Dan zijn de pralinetjes erop bij dan. Ja, dat is ook wel een goed idee. Je hebt mij misschien op idee gebracht. Ik ben wel tot het uiterste gegaan, hè? Want elk bloemetje maakt het toch mooier. En die zeker, alle kleurtjes, zie je, hè? Die zie je daar nog mooi groeien ook, hè? Olijfolie! Ja. Oké, okay, je moet echt goed drizzelen, zei ze. En dan moet je de tomaten een beetje masseren in de... Een massage. Oh, Matthias houdt van massage. Dus misschien moet ik ook zo een bom maken met een gratis 30 minuten massage. Zo niet te lang, hè? Voilà, zie. We hebben ons boeket. Dank u wel aan bloemensas om mij te voorzien van de bloemetjes. Tot de volgende dan, hè. Dank u wel, hè. Super. Salut, hè. Eerst zit erop. We hebben de bloemetjes. Dus... We gaan eens zien hoe laat het is. En dan gaan we verder. Oké, bloemetjes zitten erop. We hebben de prachtige bloemetjes. Super lieve medewerkers. Maar de tijd dringt. Medewerkers heeft mij op idee gebracht. En we gaan pralinetjes gaan halen. Ik heb een Leonidas gevonden in de buurt. We gaan even vertrekken. Oké, dan maak je dat dus in de oven. We putten het in de oven. Woeps. Ik ga ondertussen water opzetten voor de pasta. Oké, we hebben de Leonidas gevonden. Goeiedag. Ik was aan het denken, zo'n klein doosje. Die is 10 euro of zo, zo'n klein doosje, toch? 20 stuks. Ah, wel perfect. Ja, we mochten maar gewoon meer melkchocolade. Ja, doe maar wat. Een boekje met smaak. Ja, top. Super. Is dat oké als ik ook wat beelden maak?
Ah, oh, sorry. Yeah. En wat er ook een dingetje is, Matthias, ik ga heel cliché klinken voor een man, maar die vindt het heel leuk als ik kuizen zo opruim. Dus ik ga zoveel mogelijk mijn best doen om hier alles zo proper mogelijk te maken, dat het ook mooi is om hier aan te komen. Mijn laatste verrassing, waarmee ik wel echt denk dat ik ga winnen, is... dat is gewoon om te slapen. Maar het is wel mooi natuurlijk. Nou, dames en heren, we hebben een klein schattig boxje met lekkere pralines. Ik heb haar gewoon zelf laten kiezen, want ik ken er persoonlijk niks van. Ik weet dat Mitse wel melkchocolade wel heel lekker vindt, dus daar is een assortiment van met. En dan zijn ze met een fruitig hoekje of iets dergelijks. Ja, trouwens, ik vraag altijd als ik in een winkel kom van mag ik filmen? Natuurlijk, qua respect natuurlijk, want ik zorg altijd voor niemand in beeld is. Ze zei wel dat ze liever had van niet, dus ik ben ook gestopt met filmen. Dus ik ga ervoor zorgen dat ik, als ik de beelden nu gebruik, dat ik niemand in beeld heb natuurlijk, want dat zou jammer zijn. Ah, ik was aan het denken voor de volgende, misschien is het gewoon naar een leuke... ik was aan het denken Ava of zo. Een dekentje, een plusje. Want Mitsi is zo iemand die graag zo wat... Fuck bro, ik krak niet in mijn fucking humor. Die zo wat graag knussigheid heeft zo in de avond. Dus misschien zo'n leuk... Ik had ook al in de winkel daar straks deze aardbeidjes gekocht. In een hartjesvorm. Reageer met ze in de comments als je mij wil zien winnen. Ja, het is heel simpel eigenlijk geworden. Het is gewoon een papiertje, een briefje geworden. Ik heb opgeschreven, waardebon voor een 30 minuten massage, omdat ik je zo leuk vind. Dit is het momenteel en dan ga ik nu nog deze pasta erbij doen. Oh, dat ziet er echt zalig uit. TikTok is echt soms geniaal. It looks good. Oh, de timer gaat af. Ik hoorde een deur open gaan beneden. Dus hij gaat hier elk moment... Oh. Het eerste wat ik aan dacht was natuurlijk zo bloemen, dus een boeketje. Maar dus, ik heb ook de beelden gemaakt in die winkel en die was super vriendelijk. Ook heel leuk, zo'n fluitje. Ja, dat is een catches, wist je dat? Catches. Dus bij deze, dat is uw eerste cadeau. Oh, super cute! Ik vind het ook heel mooi. Het is echt een mooi boeket. Dus ik was naar Leonidas gegaan, dat was wel een stuk rijden. Dus ik heb mij wel mispakt op die... Dat vlak. Ja, en toen vroeg ik of ik beelden mocht maken van de winkel, want natuurlijk, zo, ik vraag het altijd. Maar zij zo, ja, liever niet. Ik was zo stilgevallen, zo. Ah, oké. Dat was het voor mij. Okay. Ik ben heel benieuwd naar dat van jou. Ik had mij mispakt met de tijd. Ik wou nog zoiets fluffy gaan halen, zo, omdat ik weet dat jij zo graag knus in de zetel ligt, zo in de avond. Dus ik wou zo een dekentje of een knus truitje of zo, snap je? Maar helaas, pindakaas. Ik had dus gezegd tegen onze fans, onze kijkers, van de liefde van de man gaat door de maag. Oh ja. Dan heb ik als dessertje een hartje aardbeidjes. Mm-hmm. Ja. Dan, uw volgende verrassing zit in uw bord. Oh, damn. Waardebon voor een 30 minuten massage, omdat ik je zo leuk vind. Ja. Oh. I love that. Ik wist dat je dat leuk ging. Massages zijn de best. Oké, okay, en dan nog één verrassing. Maar dat ga je misschien later op de avond zien. Moet ik een sneak peek geven, wacht. Super bedankt. Ja, jij ook. Jij mag beslissen wie heeft er deze challenge gewonnen. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Laat zeker weten in de comments wie dat er heeft gewonnen. We zijn heel benieuwd, dus twijfel niet. En druk even op die like. Abonneer! Zeker. Morgen is ook een hele, heel interessante video. Ja. Dus die moet je zeker, zeker niet missen. Bij deze, erg bedankt voor de support. Ik hoop echt dat jullie hebben genoten. En dan zeggen wij, Matthias. En Mitse. Out. Happy Valentine.